Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie leren hoe je geratineerde oesters maakt met champagne saus. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? 4 holle oesters, spinazie, champagne, opgeklopte room, gewone room, boter, oestersap. De oestertjes die hebben we al uitgestoken. Dat kunt u zien in een vorige uitzending op firstclass.tv. Dus we nemen het oestersap van de oesters. We doen dat in een kookpot. We doen de champagne erbij. Een beetje room. Wat peper. En nu gaan we dat laten inkoken. Tot een stropige massa. Het oesterkookvocht die is nu mooi gereduceerd en mooi stroperig. Die gaan we nu even aan de kant zetten. Gaan we lichtjes laten afkoelen. Dus we nemen wat boter. Dat zijn jonge blaadjes spinazie. Dus de spinazie is al voorgewassen. Heel kort op bakken. Kruiden met peper. En zout. Nu gaan we mooi aluminiumbolletjes maken. Dus dat is eigenlijk een trucje om eigenlijk de oesteren mooi stabiel te laten staan in de oven. Dan gaan we de oesterschelpen erin steken. Dan de spinazie erop. Nu leggen we mooi de oester erop. Nu nemen we de ingekookte jus, oestersap. Gaan we er mooi onder mengen. Gaan we de jus mooi erop doen. De oven, die hebben we op grillstand gezet. Dus een soort van salamander. En nu gaan we de oestertjes eigenlijk mooi aan gratineren. Gratineerde oesters au champagne met spinazie. Dat is een recept van mijn papa, dat ik leerde van mijn vader. Super lekker. First Class, tot de volgende keer en smakelijk.